als ik kijk naar Noord-Oostpolder nu, een samenleving nu, dan kijken wij met ze, dan doen wij net met z'n allen in ons beleid of iedereen MBO, HBO is opgeleid, dat iedereen het niveau heeft en het taalgebruik wat erbij hoort. Maar we vergeten gewoon, als het gaat om de sociale cohesie in een wijk, pak ik Emmeloord Centrum, dan vergeten gewoon dat Emmeloord Centrum, dat daar bewoners wonen, van oudsher, die wonen er al generatie op generatie. We vergeten dat die samenstelling is veranderd, dat er nieuwe Nederlanders zijn gekomen. We vergeten dat in die wijk ook best veel armoede is. We vergeten dat in die wijk, dat we in de huisvesting ook meer diversiteit in de wijk moeten hebben. En dan voel ik me wel eens machteloos dat we wel investeren in de wijk. Ondanks al het geld dat we erin steken, krijgen we niet voor elkaar dat die zogenaamde sociale kaart verandert. Als je kijkt naar de sociale kaart van Emmeloord, bepaalde wijken van Emmeloord of wat dan ook in het dorp, en je kijkt nu naar wat er in 2018 staat, qua profiel, en je vergelijkt dat met 6, 8, 10, 12 jaar geleden, dan is ondanks alles wat we aan energie vrijmaken in Noord-Oostpolder, is die sociale kaart nog hetzelfde. En ik zeg zelfs nog zorgelijker. Nou, dat maakt me machteloos.